Ik probeer een beetje op een zwart-wit manier de wereld openbaar te maken. Waarom doe ik dat? Ik zit met een hele grote zaal met marketeers en communicatiedeskundigen. En ik weet één ding zeker, keuzes maken kunnen wij bijna niet. Wie doet dat nog meer? Wie zit daar elke dag op een social? Ik ga er verder niet dieper op in. Elke dag. Elke dag. Dan hebben deze mensen dus geen e-mail meer nodig, hè? Dus e-mail begint een verouderd instrument te worden om te communiceren. Dat is een van mijn eerste statements. Hè. Ik heb vanmorgen, wilde ik deze presentatie mede naar Electric, maar dat kon niet. Dan heb ik YouSendIt nodig. Dus dan is e-mail al geen tool meer. En het voordeel van communiceren op deze wijze via een Facebook-achtige, is dat mensen die dan online zijn, geven ook meteen antwoord. En hoef je niet te wachten tot ik straks weer een keer online ben. Dus dat betreft, een van mijn trends, hè, een van mijn voorspellingen is, e-mail gaat de deur uit. Maar mijn voorspelling is toch, hè, kijk, 10 jaar geleden stond ik bij meneer Van Breukhoven. Kennen we die? Ja. Daar zei ik tegen beste meneer Van Breukhoven, cd's gaan verdwijnen. En u reageert precies als meneer Van Breukhoven, cd's gaan nooit de deur uit. Wie van u koopt er nog cd's? Wie van u downloadt de muziek? Dat is al... Ja. Sorry? Ja, dat is de nieuwe trend. Wie nu nog een videotheek heeft, moet hem houden. Ja, want dan ben je straks weer de enige. Dus we hebben een markt gehad dat we op elke hoek van de straat een videotheek hadden. Als je nu de enige in Amsterdam bent, moet je even wachten. Concerto doet het hartstikke goed, want daar komt u waarschijnlijk dan ook. Ja, dus het gegeven dat we steeds meer online gaan, en ik heb ook niet gezegd dat e-mail morgen verdwijnt, en dan kom ik even terug bij u, e-mail gaat een keer verdwijnen. Want wij moeten namelijk nu en Facebook openen, en e-mail openen, en we hebben veel te veel tools. En daar worden wij moe van. Ik kan u beloven, nou heb ik niet hetzelfde bedrijf als u, zakelijk en privé lopen mij door elkaar heen. Dus u moet u voorstellen, om 6:50 ochtends ben ik aan het werk. En zeg maar het versturen van een brief hadden we nog wel eens het gevoel van, nou, weet je, die ligt om 9:00 op zijn bureau als het zakelijk is. Dus business to business is heel anders dan business to consumer. Nou, als ik 6:30 ruzie met mijn vrouw gehad heb, wat kan, ligt dan aan haar, en ik kom om 9:00 op mijn werk, dan is voor een groot gedeelte die boosheid wel weg. Als ik om 6:30 ruzie met mijn vrouw heb en ik ben om 7:50, krijg ik uw mailtje, zakelijk langs, is mijn boosheid nog minder weggeëpt, laat ik het zo zeggen, dan wanneer ik tot 9:00 de tijd heb gehad. Dus hier krijg je een verschil in beleving, in consumentenbeleving van zakelijk en privé. Die gaan dus meer door elkaar heen lopen. Afijn, want als we nou naar de familie Kuiper gaan kijken, en u gaat communiceren met ons, hoe doet u dat? Maar dan heeft u geen contact met mij. Ja, en nu moet je na gaan denken, die mevrouw zei, het is dichter aan wie je nodig hebt. Ja. En nu zitten er binnen bedrijven en binnen gezinnen ook, heb je iets van een decision making unit. Hè? En dan kan ik gaan vragen, wie is de beslisser? Natuurlijk ben ik dat in huis. Maar waar het op een gegeven moment om gaat, is dat als mijn vrouw besluiten neemt over vakanties bijvoorbeeld, dan moet je met haar communiceren via die krant. Als je met mij wil communiceren over een vakantie, omdat ik wat activiteiten erin wil, dan zul je met mij moeten communiceren via online kanalen. En dat maakt het voor de marketeer en de communicatiedeskundige zo moeilijk, omdat er zoveel verandert. Wij zijn allemaal anders. En vroeger hadden we maandag wasdag, woensdag gehaktdag en vrijdag visdag, en konden we heerlijk onze marketing daarop richten. En nu zijn we allemaal anders. We gedragen ons ook anders, we hebben andere belevenissen, andere ervaringen, andere voorkeuren. En dat maakt dat de helft van ons nog cd's koopt, iemand lp's koopt. Ik ben zo vrij om u even weer als voorbeeld te nemen. Een heel groot gedeelte ook zegt, ik download ze. Er zijn een paar dwazen die hebben een Apple. Er zijn nog meer dwazen die hebben een iPad al gekocht. Weet je, dus je hebt allemaal je eigen voorkeuren. En je gaat je allemaal gedragen. En wij als marketeer moeten gaan nadenken in die hele grote hoos van mogelijkheden die er zijn, op welke manier je met ons gaat communiceren. En dat maakt de wereld moeilijk. En daarin zitten zoveel ontwikkelingen die het anders maken, dat je daar heel goed over na moet denken en keuzes in moet maken wat je gaat doen. Aan de andere kant zien we ook hele rare ontwikkelingen. We zeggen, nou, het aantal vaste aansluitingen daalt, het aantal mobiele aansluitingen stijgt. Totaal belverbruik stijgt minder snel, meer communicatiemogelijkheden online, zoals een social. Maar Nederlanders gaan dus minder bellen. Nou, daar heb je een eerste beweging, dat wij dus andere media, zoals social media,
maar ook aan de andere kant Skype gaan inzetten om te gaan bellen. En dan bellen we minder. Want dan kunnen we die tikken niet meer tellen. Dus daar zit een eerste verschuiving in. En die verwacht ik op e-mailgebied ook over een tijdje. Andere kant zien we ook dat... ik weet niet eens hoe laat ik eigenlijk heb. Oh, half drie. Half drie. Dat we de krantenoplagen zien stijgen. Nou, heb ik deze cijfers niet gezien, maar ik heb hier wel vraagtekens bij. De meest flauwe zou kunnen zijn van, goh, wat voor impact had de afgelopen sportzomer op de oplagen van de kranten. Maar ik denk ook, zouden de online downloads niet meegeteld zijn die al via de iPhone zouden kunnen? Dan krijg je misschien een beetje een vertekend beeld in oplages. Dus ik ken de cijfers niet hierachter, dat geef ik gewoon eerlijk toe. Maar ik heb hier wel mijn vraagtekens bij. Dus hier zit iets achter wat mijns inziens niet klopt. Want het gedrag is andersom. Het leuke is ook dat als je bij uitgevers zit... Zitten de uitgevers in de zaal? Of u houdt gewoon uw vinger omlaag. Dat u denkt van, nou, ik steek het niet omhoog, want dan is te gevaarlijk. Nee, bij uitgevers is het natuurlijk fantastisch dat zij vasthouden aan een oude principe van ja, maar ik heb nieuws en bla 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 en ik heb inhoudelijk artikel. Ik weet dat ik vorig jaar bij PCM was, bij de Volkskrant. En toen was Martin Bril net overleden. En ik gaf daar het voorbeeld van, ik heb 8:10 een Twitterbericht gekregen dat Martin Bril is overleden. 8:30 heb ik het gehoord via de radio in de auto. Ik was ook 9:30 thuis, ik weet niet precies. Dus ik had al een aantal journaals gehad. Ik kom thuis, alle actualiteitsprogramma's die avond gingen over Martin Bril. Zijn kinderen in beeld, zijn huis in beeld, alles wisten we aan het einde van die avond. Komt de Volkskrant andere dag, Martin Bril overleden. Nee, dat is nieuws. Ja, zei die man, maar we hebben een heel mooi inhoudelijk stukje in de krant gezet. Nou, ik weet bijna zeker dat een van deze 16 à 17 miljoen Nederlanders die we hebben, die de mogelijkheid hebben om iets te digitaliseren, dat artikel van jou wel gedigitaliseerd hebben. Ik zeg, dus je moet erover nadenken wat je toegevoegde waarde op een gegeven moment is. Ik ben het niet eens dat alle content online altijd gratis zal zijn. Ik weet zeker dat, zeker met de komst van de iPad en de wijze waarop je dan nieuws kunt krijgen en kopen, dat ook content gewoon betaald gaat worden. Maar ook door de komst van de techniek, maar ook door de behoefte van ons. Omdat wij namelijk door die hele grote brei van informatie niet meer kunnen zien en voelen en horen en veel moeilijker onze eigen informatie kunnen krijgen die we graag willen hebben, ben ik bereid om te betalen voor die uitgever die mij informatie levert op die onderwerpen die ik wil. U ook, denk ik. Oké, dan gaan we nu een uitgeverij beginnen, want ik heb nu al een aantal abonnees, zag ik. Nee, maar je ziet dat een aantal applicaties op die iPad daar nu al op inspelen. Dat ik nu al mijn eigen tijdschriften op een iPad kan gaan samenstellen. En ik kan u ook al vertellen dat ik mij een abonnement op een aantal Engelstalige Amerikaanse tijdschriften heb opgezegd sinds ik de iPad heb. Dat is dan even mijn veranderend gedrag, als je zou vragen wat is bij jou afgelopen maanden veranderd. Ik zie dus duidelijk een verschuiving die kant op. Dus zorg dat je dat doet. En dat is het moeilijkste wat er is. En nu krijgen we dat we gewoon weer terug back to basic zijn bij de 1-op-1 communicatie waar we in leven. En de 1-op-1 communicatie waar we in zijn. En het meest belangrijkste wat ik jullie kan meegeven is, dit is geen computer, dit is een mens. Ja, als er nou twee zieke broeders binnenkomen die me naar Zonneschild in Amersfoort brengen, kan ik me dat voorstellen. Maar beschouw dit nou eens als een mens. En bedenk dat als hier een mens achter zit, dat mensje gaat typen. En dat hij daar een technisch ding voor gebruikt, Allah. Maar hier zit emotie achter, hier zit besluitvorming achter, hier zit koopgedrag achter. En wij blijven het in onze beleving als een ding beschouwen. En dat zie ik ook heel vaak in websites van bedrijven. Die beginnen meteen met praten hoe goed ze zelf zijn. Nou, dan ben je niet met mij bezig, dan ben je met jezelf bezig. En als je dat graag doet, moet je dat blijven doen. Maar ik wil namelijk onderscheidend vermogen hebben. Ik wil weten waarom ik, als ik dan toch in die brei van informatie bij jou terechtgekomen ben, waarom je mij kunt helpen en hoe je dat het beste kunt aanpakken.